Op mijn dertiende kwam ik van school af. Toen ging ik eerst een jaar mijn vader helpen in de winkel. Toen ik veertien was, ging ik naar een boer. Die had wel 57 melkkoeien. Ik sliep daar boven een boenhoek in de bedstee met de bovenknecht. Het loon moest ik thuis afgeven. Als ik thuis kwam met de centen, legde ik ze netjes op het orgel. Later deden de andere kinderen het ook. Dan lagen er allemaal stapeltjes geld op het orgel. Zelf kreeg ik 5 cent. Daarvan waren er drie voor de kerkzak. zomers moest je om kwart over drie je bed uit, om de koeien te melken. S' winters was het later, want dan gaven de koeien minder melk. En je hoefde er het weiland niet in. Als kleine jongen van veertien kreeg je de makkelijke koeien. Het was vaak nog donker als je moest melken. Dan moest je de koeien echt zoeken. Dan stond je even stil in een donkere weiland en er was altijd wel een koe die hoestte. En dan wist je waar ze lagen. Het melken ging altijd op volgorde. Als de koeien in de wei lagen te herkauwen en je was klaar met een koe, dan ging de volgende koe staan. Omdat ze wist dat ze gemakkelijk moest worden. Iedere koe wachtte op haar beurt. In het voorjaar moesten de koeien kalven. Dan had je een hoop melk, wel 15 kannen. In één kan zit 40 liter. Eén koe gaf toen ongeveer 15 liter per dag. Tegenwoordig is een koe goed voor wel 30 liter. In de loop van de zomer liep de melkproductie terug tot zo'n tien kannen. Na het melken werd de melk in koelers gedaan en in de kelders in petten gezet. In zo'n pet zat kwelwater. De melk werd ieder ochtend gehaald door Adrianus van der Pol. Die woonde op Vlaringen. Hij had vier auto's en reed de melk naar de Hollandia-fabrieken in Vlaringen. De boeren kregen één keer in de 14 dagen melkgeld van de fabriek. In de zomer ging hij om negen uur naar bed... Dan moesten de blinden van de zolder dicht. Dat deed je natuurlijk voor je eigen bestwil. Je kon niet half slapend onder een koe zitten. Als je eenmaal de poten gespannen hebt en je zit met een emmer te rommelen, dan wil zo'n koe gelijk gaan worden. En als je dan half zit te slapen, dan gaat het niet goed. Als je niet doormelkt, kijkt zo'n beest om en geeft je een schop. Zo'n beest laat niet met zich zollen. In oktober of november gingen de koeien naar stal. Als ze op stal stonden, moesten ze geschoren worden. Anders werden de haren te lang en gingen ze zweten. Je schoor alleen de achterstellen en de uier. Je kon ze zo ook makkelijker schoonhouden. Als de boer de koeien s'avonds af ging stallen, dus kijk of alle koeien goed stonden, dan liep hij met een lampje met petroleum door de stal. Ik heb wel meegemaakt dat de koeien blaar hadden. Het melken van die koeien was heel pijnlijk. De vellen hingen erbij. De koeien werden niet afgemaakt. Na veertien dagen waren ze gewoon weer beter. De melk ging gewoon naar de fabriek. Daar was niets aan te zien. De boerderij werd ook niet afgezet. Wel stond er een bord aan de weg: mond en kloosier.